Een hele goede morgen, lieve mensen. Vannacht was het weer een heerlijk rustige nacht met de meisjes. Ze hebben weer 6 uur doorgeslapen en in de ochtend hebben we ze eerst even wat melk gegeven. En toen sliepen ze nog heel even door tot het volgende voedingsmoment. Marley heeft alleen een pittige voorkeurshouding op haar rechterzijkant. Dus die moesten we even op links forceren met een aantal opgerolde doeken. Serieus, 1 is niet genoeg. En toen was het alweer tijd voor de volgende voeding. En ze kregen daar extra vitamintjes bij. Vitamine K en vitamine D. Dat moet je allemaal heel precies afmeten. Het mag niet te veel zijn, maar ook zeker niet te weinig. Oh, Loenetje. We liggen wel lekker met z'n allen in bed. En hier ligt Luna. En ik zie dat ze nu helemaal... lijkt wel alsof ze om het bedje van Marley heen ligt. Marley ligt lekker in de sleepyhead. En Luna ligt lekker met mij te knuffelen. En Marley lekker met Thomas. Oké, ik heb net een shirtje gemaakt waarin ik hun outfitjes film. Omdat ik heel graag een overzicht van hun week wil doen, zeg maar. En dan alle outfitjes van die week. Thomas is ondertussen de flesjes aan het voorbereiden. Hij doet eventjes de vitamintjes erin. En dan gaan we ze de fles geven. Zo, dat moet echt per drup. Vitamine D 10 druppels, vitamine K 5 druppels. Schudden. In de fles en dan kan je deze dop daarop gebruiken. Ja, ja, ja. Okidoki. Ik ben een beetje in dubio wat betreft die vitamine. Ik zei het ook al tegen Darks. Zeg maar, als ze gewoon alleen kunstvoeding krijgen, dan hebben ze eigenlijk die extra vitamine niet nodig. Want dat zit gewoon al in die Nutrilon. Alleen vitamine D wel, hè? Oh, vitamine D wel. Maar vitamine K niet. Maar, ja, wij doen zeg maar half-half. Dus moet je dan ook de helft van de druppels erin doen? Ik weet het niet. Want er staat duidelijk op de verpakking van die vitamines dat je de... dat je niet meer dan 5 moet doen. We kunnen het ook nog aan het ziekenhuis vragen. Ja. Ze bellen ons toch nog over een pakken. Ja. Prettig zusje. In de middag kregen we visite van 3 van onze beste vrienden. Momentje. Samir waren we vergeten te filmen tijdens het knuffelen, maar die kreeg later in de vlog wel de kans om papa weer uit te hangen. Namelijk met de kinderwagen tijdens onze allereerste wandeling ooit. Ik ben je aan het filmen. Zit hier maar. Ik heb al foto's van je. Dan kom ik ook in het pakboek. We gaan even boodschapjes doen, dus we gaan de baby's in de kinderwagen doen. Nou, in de kinderwagen, zei ik, in de kinderwagen. Dan gaan we naar de sup. Het eerst even wachten tot de voeding is doorgelopen. En dan gaan we lopen. Je moet een hele coole naam verzinnen voor de kinderwagen. En die dan in de vlog steeds gebruiken. Ik vond die machine wel leuk. Oké, de meisjes zijn aangekleed. Ze hebben een jasje aan. Dit keer hebben ze het jasje met glittertjes aan. En alle 2 gewoon een witte sokjes, want we hebben nog geen schoentjes. En een lekker mutsje op. En we hebben alvast een kruikje in de kinderwagen gelegd. Zodat die lekker warm is. Maar het is niet zo heel koud, of wel? Nee. Nee. Zullen we pasta gaan eten? Nee. Ook lekker. Even in de supermarkt. Nee. Ik vind het leuk, maar ik vind het ook eng. Omdat zeg maar heel veel zieke mensen zijn, vind ik niet zo fijn. Samir heeft de camera. Nee, de kinderwagen overgenomen. Moederschip. Oh, leuk. Wat gaan we nou vandaag? Rond een uurtje of 8 gingen ze weer naar huis, waardoor er een enorme rust weer terugkwam. Maar die rust kwam pas nadat Marley het er eindelijk mee eens was dat ze op haar linkerzij moest liggen. Want daar was ze het totaal niet mee eens. Ze zijn weer naar huis, Koen, Samir en Ilko. En het huis is echt één grote rotzooi. Alsof zij ook kinderen mee hebben genomen. Kijk dan, overal rommel. Dus dat moeten we eventjes op gaan ruimen.
Je hoort de baby zo huilen op de achtergrond via de babyfoon. Maar ik ben heel even kruikjes voor ze aan het maken. Pit de zak even aan het opwarmen in de magnetron voor hun buikjes. Want ik denk dat er gewoon iets dwars zit, want ze hebben vandaag ook nog niet gepoept. Gisteren wel. Dus ze zullen wel straks een flinke poepie moeten laten. Dus ik ga even die kruikjes bij ze neerleggen en dan hoop ik dat het gehuil wat minder wordt. Niet voor ons, maar voor de baby's. Want de keuken is wel netjes. De keuken is weer netjes. Dat is fijn. Ik ga je zo helpen met het huis. Maar eerst de baby's. Kijk, die pittenzakjes die werken echt als magie. Ze zijn gelijk weg. Ze liggen lekker te slapen. Oh, ik sprak weer te vroeg. Stil me, Marley. Marley is gewoon niet blij dat ze op links moet liggen. Kijk maar, kost wel op rechts. Oké, ga maar lekker slapen, liefje. Goed zo. Op een gegeven moment heeft ze er toch maar vrede mee. Hè? De rust is wedergekeerd in huis. Ja. Ze hebben net echt super veel gedronken. Ja. Luna had? 65. 65 gedronken. En Marley had... 50. Of 55. 55 gedronken. Echt netjes. Daarom zijn ze gelijk uitgeput. Luna ligt nu lekker te slapen bij mama. En mama die heeft zelf ook slaap. Omdat het zo rustig is, word je er gewoon moe van. Ja. Het is helemaal stil in huis. En klinkt een of andere regenbui door dat ding. En zij ligt te slapen. Jij bent aan het editen. En dan word je gewoon slaperig. Ja. Die wimpertjes, die worden zo lang. Tot hier al. Oh. Haar hoofd lijkt heel groot en haar handje heel klein op de camera. Zo wat minder. En Marley. En Marley ligt hier lekker. Al de hele tijd op de linker zijkant van haar hoofd. En wij hebben haar helemaal niet zo neergelegd. Dus dat is wel goed. Dat wil zeggen dat haar voorkeurshouding al iets meer weggaat. En dat komt omdat we haar dwingen om haar linker hoofd te liggen. De linker zijkant van haar hoofd. Maar dat is goed. Dan krijgt ze een mooi hoofdje. Later ga je ons dankbaar zijn, lieverd. Nee, nu zou je ons af en toe haten. Ja, nu wordt ze zo chagrijnig af en toe ervan. Maar echt, geloof me, straks heb je... Anders heb je een hoofd wat niet helemaal symmetrisch is. Het is beter. De meisjes hebben natuurlijk 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. En daardoor hebben we best wel wat dingen overgenomen vanuit het ziekenhuis. Die normale ouders niet zouden doen. Omdat het gewoon niet nodig is. Ja, wij doen dat gewoon wel. Omdat dat zit ingebakken bij ons. Wat wel heel belangrijk is, is het laatste flesje voor het slapen gaan. Marley was daar veel te moe voor. In tegenstelling tot nu. En Luna had zeker nog wel zin om wat te drinken. Het is 10:55. En ik ga de babyfoon alvast in onze slaapkamer neerzetten. Ik ga straks de voeding alvast warm zetten. En ik denk dat dat aanhangen wordt. Want Marley die ligt helemaal knock-out. Luna ligt ook helemaal knock-out. Ligt echt als een engeltje te slapen. En deze zit aan jou. Daar zit hier aan vast. Kijken of dat meegaat. In het ziekenhuis hielden ze bij hoeveel de baby's dronken. Dus wij thuis doen dat hier ook gewoon. En dan kunnen we dat ook gewoon aan de logo laten zien. En dan kunnen we voor onszelf ook gewoon zien of er verbetering zit of niet. Zo heeft Marley vandaag 3 keer gedronken. En Luna 2 keer. En we zetten er ook bij hoeveel ze heeft gedronken. En of er vitamintjes bij zaten. Of andere medicijntjes. Zodat we niet kunnen vergeten of we dat al hebben gegeven of niet. En gisteren had Marley maar 2 keer gedronken. En Luna 3 keer. En die dag daarvoor heeft alleen Luna 1 keer gedronken. Maar dat was natuurlijk de dag dat ze thuis kwamen. Dus toen heeft ze 2 keer gedronken. Maar ja, dat was gewoon een vermoeiende dag. En er staat ook bij of ze hun ijzer hebben gehad. En hun vitamine en hoe laat. Nee, dat zei ik net. Ze houdt niet zo van pottenkijkers, hè? Ze is gewoon afgeleid door. Het was ook altijd als de logopedie kwam kijken, dan ging ze nooit drinken. En daarbuiten deed ze het altijd heel goed. Ja. En Marley, nog steeds in coma. Maar wel lief. Oh, ik kan niet goed scherp stellen, want die stoel komt de hele tijd dichterbij.
Moe, ben je een beetje wakker aan het worden? Nee, je knipperde alleen. Jij ligt er charmant bij. Die Bowie, joh. Red je het nog een beetje, lieverd, zonder alle aandacht? Ja. Kijk dan nou, die kleine. Je krijgt nu meer aandacht dan toen we nog in het ziekenhuis waren, hè? Want toen waren we soms 7 uur weg. En nu zijn we er gewoon de hele dag. Dan kan je als de meisjes slapen je eitjes krijgen, ja. De meisjes slapen nu. En wij gaan nu ook slapen. Heb je alles al afgesloten bij de meisjes? Ja. Nou, we kunnen ze nog wel zien via de camera. Tenminste, zien. We kunnen ze horen, dat is het belangrijkste eigenlijk. Wij gaan lekker slapen. Welterusten. Even kijken. Tot morgen. We love you. Doei. Dat was het weer, dames en heren. Groetjes thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet het niet te delen met iedereen. En dan zien we jullie morgen weer. Doei.